that I will do. Leek het me leuk om te vragen of u even wilt gaan staan als u werkzaam bent in de ouderenzorg. Verzorgingsverpleeghuizen, huiszorg voor ouderen. Kijk even wie er staat. Dit zijn de mensen die ze denken. Dagbesteding door de gemeente. Dit is een specialistische zorg, psychische begeleiding, verslavingszorg. Jeugdzorg. Dan begin ik even met de uitgangspunten, de besluiten die al genomen zijn. Wat wij hebben besloten zijn een aantal uitgangspunten. In de eerste plaats zelfredzaamheid voorop. Zoveel mogelijk de eigen kracht van mensen gebruiken. In de tweede plaats, de omgeving doet mee. Dus wij schakelen die omgeving ook in. We gaan vragen, wat kan je netwerk doen? En dan tenslotte ook één huishouden, één plan en één regisseur vanuit het wijkteam. Natuurlijk zal het voorkomen dat er te veel, onnodig veel hulpverleners en instanties in één gezin actief zijn. Dat heeft soms ook te maken met het feit dat zowel kinderen in dat gezin behandeling krijgen, maar ook de volwassenen, dan zijn het andere instanties. Mijn stelling is altijd geweest, ik vind het aantal hulpverleners niet eens het grootste probleem. Het is pas een probleem als er geen samenhang tussen hen is, als er geen samenwerking, als ze van elkaar niet weten wat ze aan het doen zijn. Het idee van we moeten toe naar één superhulpverlener die zowel de jeugdzorg als de volwassenen GGZ als de schuldhulpverlening gaat doen, alsjeblieft. Nee. Maar er moet een duidelijke coördinatie zijn. Ja. En iedereen moet weten wie in dit gezin, rondom dit kind of die volwassenen, de regie heeft, de coördinatie heeft. En dat moet vooral voor de betrokkenen duidelijk zijn. Gezin. En dat vind ik wel het mooie van de proeftuinen die er nu zijn, de wijkteams. Dat daar alle disciplines vertegenwoordigd zijn. En komt er een vraag, dan kijken ze gewoon heel goed. Is het nou iemand voor iemand met een GGZ-achtergrond? Of iemand met een verstandelijk gehandicapte-achtergrond? Of meer de jeugdzorg-achtergrond? Dan gaan ze vaak met z'n tweeën er naartoe, om ook weer van elkaar te leren. Ik snap jouw vraag ongelooflijk goed. Ja. En ik zou de gemeente ongelooflijk willen stimuleren om zo snel mogelijk duidelijkheid te schaffen over hoe ga je om met jong afgestudeerden. De bezuiniging is in de jeugdzorg heel relatief. Ja. Dat is in 2015 op de 3,5. Dan boek over 4 jaar een bezuiniging in, maar geef het gegarandeerde budget zoals het nu is gewoon nu naar die gemeente toe. Dat is 1. 2, ik pleit ontzettend voor behoud van de professionaliteit en de expertise en het engagement van al die mensen die op dit moment binnen jeugdzorgaanbieders, binnen de bureaus jeugdzorg actief zijn. Ik heb net al gezegd, het cijfer van Hans Kamp. Misschien mag ik één, ik begrijp die zorgen. Ik zou wel één relativering willen aanbrengen. Dat bezwaar gold ten principale natuurlijk ook toen het bij de provincies lag. Daar konden verschillende keuzes in gemaakt. Toch was dat nooit een belemmering. Het komt veel dichterbij nu het bij de gemeente komt. Mijn stelling zou zijn, daar liggen dus ook kansen, juist omdat het dichterbij is. En ik kan me geen wethouder jeugdzorg voorstellen die niet wil dat de kinderen uit zijn of haar gemeente de beste zorg krijgen. Ik zie wel de budgettaire druk. Maar ik vind het iets te makkelijk om nu te zeggen van nou ja, en dat zouden we dan op 19 maart moeten uitvechten. Ik denk dat alle politieke partijen op zichzelf van mening zijn dat de gemeente het heel goed kan doen. Alle politieke partijen, wie er straks ook wethouders gaan leveren, krijgen één groot probleem. Hoe gaan we die geweldige ambities realiseren als er tegelijkertijd een bezuiniging van ons wordt gevraagd? Ja. Dat is de grote uitdaging. En daar maakt de politieke kleur niet zoveel uit. Want welke wethouder uiteindelijk komt, die weet ook, als het fout gaat met een jongere, sta ik in de gemeenteraad. Moet ik me verantwoorden voor gezinsdrama's? Wie had in de gaten dat een gedeputeerde was? Dat is zo ver weg. Straks is het de wethouder. Dat biedt dus ook kansen. Je kunt mensen rechtstreeks aanspreken. Zorg dat onze kinderen goede zorg krijgen. En dat is niet een partijpolitiek probleem. Dat is een gemeentelijk probleem de komende tijd. Ja, ik maak me zorgen om mijn cliënten. En natuurlijk ook om mijn eigen positie als ZZP'er.
Mijn cliënten die weten niet wat er gaat gebeuren na 1 januari 2015. Ze weten niet of zij zekerheid hebben op mijn zorg. Hè? En zo zullen er vele mensen met een PGB zijn in Nederland die bewust hun PGB inzetten bij ZZP'ers zoals ik. Ik blijf me zeker zorgen houden, want er is eigenlijk niet echt inhoudelijk ingegaan op de vraag die ik heb gesteld. Van waar blijven wij als ZZP'ers? We zijn maar, als ik voor mezelf als voorbeeld neem, ik ben maar in één individu in hulpverleningsland. Een aanbesteding doen, dat is voor mij niet realistisch. Ik heb sterk het vermoeden dat de grote thuiszorgorganisaties alleen maar in de arm worden genomen bij WMO-loketten en dat mensen zoals ik eigenlijk er niet meer zo toe doen. Ik zit in de gemeenteraad in Leusden en we werken natuurlijk regionaal samen, hè? Dus Leusden en Amersfoort en meer. En ik heb wel heel veel gehoord ook vanuit de zorgaanbieders. Ik dacht van hé, daar moeten wij toch beter op gaan letten vanuit de gemeenteraad. Want de ZZP'ers die maken zich wel heel erg ongerust. Ja. Ja, daarom. En die groep had ik eigenlijk in het hele traject nog niet gehoord. Wat heb je zelf meegenomen uit deze bijeenkomst? Dus aan de ene kant een enorme betrokkenheid en aan de andere kant een enorme diversiteit. En wat me ook opviel, was dat bijvoorbeeld degene die veel vragen stelde over de ZZP, als ZZP'er. Hè? En iemand die had vooral het over de PGB's. Ik denk, ja, dat is ook best heel ingewikkeld hoe dat eruit gaat zien. En als ik kijk naar de medewerkers, dan viel me op die jonge man die nog op de opleiding zit en die zich zorgen maakt over kom ik straks nog wel aan het werk. En dan denk ik, nou, dat is spannend. Want voorlopig zullen al die mensen die nu in al die organisaties straks hun werk kwijt zijn, die zullen waarschijnlijk als eerste nu in aanmerking komen om bij gemeentes in de teams te gaan werken of op andere plekken. Ja, en welk advies heb jij voor zorgmedewerkers hier in Amersfoort en voor politici om dit dan toch in goede banen te leiden? Ja. Nou, wat ik heb gemerkt is dat er heel lang gewacht is door veel gemeenten en ook de koepel van de gemeente VNG, want er komen verkiezingen aan. Dat is eigenlijk killing voor dit proces. De mensen om wie het gaat, maar ook de medewerkers, de instanties die nu de jeugdzorg of de begeleiding doen of wat dan ook, de dagbesteding, die hebben echt behoefte en ook recht op duidelijkheid. Dus ik vind dat gemeenten gewoon op korte termijn de keuze moeten maken. Dat was ook het advies van de transitiecommissie deze dagen. Maak duidelijke keuzes, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. En zet één ding centraal. Maak aan de mensen die gebruik maken van die verschillende vormen van zorg die de gemeente gaan doen, jeugdzorg, andere dingen. Maak duidelijk dat zij niet het slachtoffer worden van deze vrij ingrijpende stelselwijzigingen. Dus dat de continuïteit van zorg gewaarborgd is en zorg dat je je zaakjes zo gauw mogelijk op orde krijgt. En hoe denkt u dat de bezuinigingen het beste ingevoerd kunnen worden? Het is voor mij wat lastig om dat in te vullen, maar de grote winst zul je moeten zoeken volgens mij niet in het afknijpen van gespecialiseerde vormen van zorg, jeugdzorg of andere dingen, maar juist door het slim inrichten van het proces aan de voorkant, mensen goed te laten samenwerken, gebruik maken van wat er al is en zeg ik erbij, maak gebruik van vrijwilligersorganisaties. Maak gebruik van vrijwilligersorganisaties, die zijn er. Die staan klaar om ook in te springen. Ga een bondgenootschap aan met die organisatie. Dat kan je geweldig helpen. Hartelijk bedankt. Graag. Ik heb wel een ontzettende betrokkenheid gemerkt die ook zich uit in al die vragen die gesteld zijn. Ik vind dat een enorm belangrijke boodschap die jullie hier ons geven. Die vragen, stel ze, blijf ze stellen. Want als gemeenteraadslid sta je daar, maar je weet niet van alle praktijk, van alle zaken. Dus kom met die vragen, blijf ons bestoken. Ik vind dat echt een hele serieuze oproep. Deze vragen gaan ook allemaal mee en we kijken ernaar. Kwaliteit moet gehandhaafd worden. Zo heb ik heel veel punten opgeschreven en ik ga ze ook uitwerken. En we komen er ongetwijfeld met elkaar over in gesprek. En ik hoop dat u ook bij een volgende bijeenkomst weer aanwezig bent. Ik dank uw aanwezigheid in ieder geval van harte. Er is inderdaad een rapport uitgekomen waarin staat dat heel veel gemeenten het heel slecht doen op het gebied van jeugdzorg en erg achterlopen. Nou, Amersfoort zit gelukkig bij die 25% die redelijk op schema zit. Hè? We kunnen niet trots zijn op onszelf, want we zijn er nog lang niet. En ik zie dat de ChristenUnie en de GroenLinks van Leusden ook vertegenwoordigd zijn, dus dat is heel mooi.
En verder willen wij eigenlijk de e-mailadressen die wij nu van u hebben ook gebruiken als er gemeenteraadsvergaderingen zijn over dit onderwerp, om u er in elk geval van op de hoogte te stellen en even de documenten toe te sturen die besproken worden en u uit te nodigen voor die gemeenteraadsvergadering, eventueel als inspreker of gewoon op de publieke tribune, zodat u ook betrokken blijft bij dit onderwerp. En eventueel, als we bijvoorbeeld over iets heel specifiek spreken, zoals dagbesteding, dat we dan al die opmerkingen die gaan over dagbesteding even een gericht e-mailtje om te vragen, hoe denkt u hier eigenlijk over? Dat we met elkaar kunnen nadenken over wat de beste manier is om dit in de toekomst vorm te geven. Ja.